Hi, welkom bij Wens Barbecue en natuurlijk leuk dat je kijkt. Vandaag maken we peenzijnd, runde peenzijnd brisketstaal. Ik zal ze je laten zien. Het klepje open. Ja, prachtig toch? Dus wil je niks missen? Blijf dan kijken. Zoals je kan zien, vandaag bereiden we dus het runderpeenzijnd. Runderpeenzijnd, ja, waar kom je dat tegen? Ja, eigenlijk niet. Je ziet wel eens een keer een biefstuk peenzijnd of dat soort dingen. Dit hele stuk aan de in zijn geheel wordt meestal gebruikt voor stoofvlees. Stooflapjes, blokjes of voor soepen. Heel leuk om te doen. Dus vandaag gaan we het gewoon in zijn geheel bereiden. Ik heb gekozen om een mooi stukje te nemen van hydravlees. Want hydravlees, dat zijn die dubbeldoelkoeien. Dus eerst een aantal jaren lekker die melk geven. Daarna, hoe zeg je dat, worden ze dus eigenlijk lekker verwend. Dat ze dus een beetje body krijgen. En mooi intramusculair vet. Nou, dat intramusculair vet, dat zocht ik dus. Dus vandaar dat ik eigenlijk bij hydravlees uitkomt. Aan de andere kant, het is lekker lokaal. Het is hier ongeveer zo'n 10 minuutjes vandaan. Laten we eens beginnen met de eerste. Ik zet de verpakking aan. En je ziet al gelijk verschillende gedeeltes. Ik heb hier een gedeelte, dat is de baklap van het peenzijnd. Dit is het haringje en dit is de stooflap van het peenzijnd. Nou, afgesproken zou je hier het puntje eraf snijden, want dit is een beetje zenerig, zeg maar. Dat zie je, dat kun je zien. Maar wij laten hem zoveel mogelijk intact, dus dat hij mooi in één geheel blijft. Nou, we lopen hem even na. Kijk even, hier is er wat beenvliesjes. Nou, die kunnen er even af. Zoals ik al zei, er hoeft niet zoveel af. Want hij is al langs de vliesmachine geweest, als ik zelfs kijk. Nou, dit kan wel blijven zitten. Misschien een flupje. Ja. Flupje eraf. Zo, dan is het wel goed zo. Hier is nog een los stukje. Nou, hier hebben we dan een vetje. Je kan het eraf halen, je kan het laten zitten. Ik zou zeggen, laat alles zoveel mogelijk intact. Dus dan is deze wel klaar. Nou, we gaan ze op twee manieren bereiden. Eentje gaan we gebruiken met een pekel. Ik had een pekeltje gekregen van Captain's Luck, van de Vliegende Hollander. En dan gaan we hem gewoon lichtjes mee injecteren. Ik doe ook mijn hand er even op. Ik kan het naar je toe spetten. Dat wil je niet in je ogen krijgen. Dat is niet alles. Nou, wat ik dus al zei, we gaan er eentje gewoon injecteren met de cold brine en eentje laten we gewoon natuurlijk van binnen. Met die pekel krijg je gelijk mooi wat vocht in het vlees, maar vooral ook smaken. Nou, als we er eentje gedaan hebben, maken we een beetje droog. Dan leggen we even aan de zijkant. En dan kunnen we door naar de volgende. Twee honden is een dikke 2,5 kilo. Dat is best wel mooi natuurlijk. Mooi gewicht. En zoals ik al eerder zei, je ziet er zit heel weinig aan. Ze hebben gewoon over de vriesmachine heen gehaald. Ja, geweldig. Fantastisch. Het leuke vind ik gewoon met zo'n peenzijnd. We gaan er gewoon een keer wat geks mee doen. Deze laten we gewoon in zijn geheel zo. En dan wordt het tijd om ze gaan kruiden. Een stukje eraf. Als je het nou leuk vindt om te weten hoe je zo'n peenzijnd wil vriezen en wil splitsen. Nou, laat eventjes bij je reactie achter op mijn filmpje op YouTube. En dan kan ik eens kijken of een keer een peenzijntje gewoon netjes gaan verdelen zo. Deze leggen we even zo neer. Dan kan die andere druk bij. Zo.
Gaan we een klein beetje invrijven met een beetje mosterd. Plakt ook de rupte wel goed aan. Zo. En voor de rup gebruiken we natuurlijk ook van onze vrienden van de Vliegende Hollander. Rupt die lekker uit. De peperton. Nou, ik ben benieuwd. Ik was op zoek naar een rup. Ja, voor deze mooie stukjes rundvlees. Ja, hij raadde aan, neem peperton. Doet het heel goed. Dus, een beetje aandrukken. Even omdraaien. Juist ook omdat tegenwoordig de tri-tip, hè? Het ezeltje, het liefstukje en dan brisket style. Nou, ik had zoiets van, jongens, we gaan een pezet maken, brisket style. Hoe gaaf is dat? Gewoon een keertje doen. Nou, als we ingesmeerd zijn, kan de rupte weer op. Als onze mooie stukken rundvlees in de rup staan, eentje is met een bruin, de goldbruin. Voor de zekerheid doe ik er toch even een houten prikketje in. Weet ik tenminste, dat is degene die in die goldbruin zit. Nou, dit kan mooi even lekker een uurtje intrekken. Tussentijd gaan wij de barbecue aansteken en dan kunnen ze erop. Een dekseltemperatuur van zo'n 130, 140 graden. We gaan het rookhout toevoegen, dat we de rest van de barbecue erin richten. Lekker wat stukken hickoryhout en een mooi blok cherry van rookplankje.nl. Dus. Kijk eens een keer op hun site, hartstikke leuk. We gaan aan de gang. En als we het kamado hebben ingericht, onze rookhout zit erin, het vlees kan erop. Dus klepje open. Je ziet, het begint al mooi te roken. Ah, zijn toch prachtige stukken vlees. Schuiven ze een beetje tegen elkaar aan. En de klep kan dicht. Onze mooie stukken peesheid liggen nu 4 uurtjes in de rook. We hebben bijna een kern van zo'n 70 graden. Dus we gaan ze eraf halen en inpakken in folie. We leggen hem in de folie. Laat het een beetje omhoog. Had ik nog een beetje jus. Doen we gewoon ernaast. En dan vouwen we hem dicht en dan gaan we door naar een kern van zo'n 90 graden. Dus blijf kijken. Onze runde peesheinde hebben we inmiddels zo'n 8 uur opgelegen. Bij een graad of 1,90 ben ik gaan prikken met z'n theeprikken. Kijken of die goed zacht is. Ik heb gewoon nog even gewacht. En bij een graad of 3,94 voelen ze tenminste een beetje boterzacht aan. Ik ga ze laten zien. Dus klepje open. Dan maak ik het pakketje open. Dit ruikt echt geweldig. Ik pak een prikje erbij. Kijk. Is zacht. En als je ziet dat jouw runde peesheinde zo verschrikkelijk zacht zijn. Prikken zacht. Steenprikken zacht. Mogen ze eraf. We gaan ze eraf halen. Inpakken in een nieuw stukje folie. Laten ze voor een uur rusten. En dan gaan we ze snijden. En dan krijg je het resultaat. Dus blijf kijken. Zoals ik al zei, het eerste puntje. Ja, kun je eigenlijk gewoon vergeten. Dat is gewoon helemaal niks. Wel goed voor de structuur. Nou, pak snijden. En zie je hier een mooi stukje? Dat is het haringje. Dan gaan ze echt verder snijden.
En de plakken worden steeds mooier zo. We pakken ze een mooie lap op. Kijk. Het is natuurlijk niet zoals een brisket, maar wel leuk. We gaan proeven. Mals. Mals rijstvlees. Ja, ons testlapje van dit mooie stukje rundvlees. Smaakt prima. Ik ben heel erg nieuwsgierig hoe die anders smaakt. Die hebben dus een brein in me gegeven. En tweede hier van Tess is natuurlijk degene met de brein. Je kan zien, prikjes zitten er nog in. Die mag eruit. Dus, ik zou zeggen, mes erop. Eerst het puntje eraf. Kijk, er zitten wel, best wel lekkere dingen in, hè. Een stukje zeem, wat heel erg zacht geworden is. Moet je niet vergeten. En plak snijden. Het lijkt of deze wel iets steviger is. Misschien komt het door de brein, maar durf niet te zeggen dus. Maar het is gewoon een heel leuk project om zo te doen dus. Neem een mooi dunne blak. Dan gaan we even kijken. Die mooi op de vinger blijft hangen. Het is een behoorlijke plak, maar kijk. Hij valt niet aan elkaar. Super. Even kijken. De rekkracht. Nou ja. Dat is wel lekker hoor. We gaan proeven. Deze heeft wel meer smaak. Meer smaak van binnen. De bruin aan de binnenkant. Rup aan de buitenkant. Ja, dat is wel super. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Twee peeseinden, dubbel doelkoe. Nou, geweldig toch. Gewoon lekker uit de, hoe zeg je dat? Hier uit de regio, lokaal. Top om te doen. Eentje met bruin, eentje zonder bruin. Ik vond het lekker. Wil je het ook zelf proberen? Je kan natuurlijk ook nog even lezen op bensbq.com. Ik zou zeggen, ik zie je later. Tot bensbq. En om het nou nog een beetje leuk te maken, gaan we deze ja, bezen brisketstaal dikke plakken, beunt en smaken. Gewoon blokjes, beetje jus, genieten. Dus gewoon lekkere blokjes. En jouw jus. En deze blokjes in de jus geven jou de beste beuntends. Geloof me. Gaan ze erop leggen. En als jij nou zo'n bakje hebt met burnt ends, met su, en je wil ook een barbecue saus erbij, maakt niet uit, het maakt alleen maar lekker. En onze burnt ends mogen erop. Een beetje verdelen. En dadelijk roeren ze gewoon nog even door. Klepje dicht. Laat jouw blokjes dan op de kamalen liggen, lekker in de su. We zullen even kijken. Roer ze gewoon even lekker door zo.
Lekker die jus eroverheen zo. Over die mooie malse stukjes rundvlees. Ik geloof je, dit geeft smaak. Dit is taste. Het is een mooi stukje rundvlees. Dope in die jus. Kijk. Super. Ik denk dat die burnt ends nog beter zijn. Als die plakjes die we hadden. Van de brisket. Maar hij is een topper. Burnt ends, zuurtje erop, misschien nog een beetje barbecue saus, helemaal top. Top barbecue.